Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus. Betalingsverkeer in Suriname moet beter. Stakeholders leverden belangrijke bijdrage in positieve beoordeling CFATF. President Santokki roept op herinnering slachtoffers Matawai levend te houden. En veel werk verzet voor organisatie Diaspora Seminar 2.0. Het betalingsverkeer in Suriname moet beter. Dit zegt minister Stanley Ragubar Singh van Financiën en Planning. De bewindsman sprak op dinsdag 5 december in de Nationale Assemblée bij de behandeling van een tweetal financiële wetten. Hij zegt dat sommige kritieken vanuit de samenleving terecht zijn. Volgens de bewindsman verschillen de dienstverleningen van de banken als ook de behandeling van cliënten. Minister Ragubar Singh zegt dat er intussen gesprekken zijn gevoerd met de financiële instellingen. Het betalingsverkeer moet beter. Wij hebben, nadat we op 30 november geluisterd hebben naar het college, hebben we gepraat met verschillende partijen. Met de centrale bank, met de particuliere banken. En wij kunnen naar aanleiding daarvan wat informatie verstrekken. Voorzitter, sommige delen van de kritiek zijn terecht. De service die de banken geven, die verschillen. De kosten verschillen, de behandeling van cliënten verschillen. En dat brengt verwarring. Bij sommige banken is het makkelijker, bij andere minder makkelijk. De ene bank heeft hogere kosten, de andere heeft lagere kosten. Voorzitter, als wij praten met de banken, de particuliere banken en met de Centrale Bank van Suriname, blijkt duidelijk de behoefte en ook met gevoel voor begrip voor de frustraties die de gemeenschap uit, dat er gezegd wordt het moet beter. En dat men met de centrale bank wil werken om dat ook beter te doen. Om ervoor te zorgen dat de ATM's regelmatig gevuld zijn. Dat ook de mensen die afhankelijk zijn van cashverkeer, dat die geen hinder ondervinden en dat regelmatig gebeurt. Het vullen van de ATM's is niet de aangelegenheid van de centrale bank. Daar hebben de banken zelf onderling een afspraak mee met een bedrijf. En dat bedrijf zorgt ervoor, de banken kunnen bij de centrale bank terecht voor voldoende cash. Maar er is toch heel veel cashverkeer nog steeds in ons land. En dus die behoefte is er nog steeds. En hier is ook werk voor zowel de centrale bank als de particuliere banken en andere spelers op het veld. Om ervoor te zorgen dat die chiralisering en de social inclusion waar hier over gepraat is, om daar stappen vooruit in te zetten. In mijn overleg met de governor van de centrale bank geeft de governor aan dat hij een agenda gaat afwerken met de particuliere banken en de spelers om hier een verbetering in te brengen. En die agenda betekent dat hij regelmatig met partijen om de tafel gaat zitten en dat vast punt op de agenda wordt die social inclusion en het zorgen ervoor dat er meer uniformiteit gaat richting de gemeenschap. Ik kom daar straks wat nader op in, voorzitter. Voorzitter, uw geachte lid Bouva gaf een sprekend voorbeeld van een ervaring die hij zelf had met als PEP, als politically exposed person. Voorzitter, in mijn gesprekken met de particuliere banken de afgelopen dagen sprak ik een bankier. Ik zeg, ik hoor dit van meneer Bouva van het parlement. En als het waar is, heeft hij toch gelijk dat hij daar een klacht over deponeert. In het openbaar. En
Die bankier zegt tegen me, voorzitter, die bankier zegt, minister, het was onze bank. En meneer Bouva heeft gelijk. Het was niet goed. Het was fout. Het had niet mogen gebeuren op die manier. Ik zeg u dit, voorzitter, laat me zeggen dat zowel de bankier en ook via de bankier, meneer Bouva, de toestemming heeft gegeven dat we zijn case hier behandelen en bespreken. Omdat het belangrijk is, niet vanwege die bank, niet vanwege meneer Bouva, maar om wel aan te geven dat mensen in hoge posities inderdaad gaan merken dat ze strenger gecontroleerd worden en dat het soms fout gaat. En in het geval dat van meneer Bouva is het fout gegaan. Die bankier gaf dat ook ruiterlijk toe. Hij zei dat had niet mogen gebeuren. Ik sprak, voorzitter, en het is goed dat we hier wat meer uitleg over geven. Want wij allemaal, iedereen die hier zit, is politically exposed. En dat betekent als u een bankrekening hebt in Suriname of in het buitenland, dat u extra gecontroleerd wordt. Extra bekeken wordt. Ook als u voor uw zoon of uw dochter iets moet regelen in het buitenland, dat u zult merken dat u meer vragen moet beantwoorden dan andere mensen. Ik sprak met de governor van de centrale bank. Die zegt het heeft me een half jaar geduurd voordat ik zaken gekleerd kon krijgen. Je wil niet weten wat voor vragen. Voorzitter, het is niet om het goed te praten. Maar ik denk dat het wel zo is dat wij ervoor zorgen dat de strenge regels blijven bestaan. Er is een reden voor die strenge regels, maar dat ze met mate en correct toegepast worden. Suriname is recentelijk positief beoordeeld door de Caribbean Financial Action Task Force ten aanzien van de 40 aanbevelingen waaraan het land moest voldoen om blacklisting te voorkomen. De communicatiedienst Suriname heeft hierover een gesprek gehad met meester Roy Bainaat Pandey. Hij is voorzitter van de Project Implementation Unit van het Surinaamse Anti-Money Laundering Programma. De PIU-voorzitter complimenteert in het bijzonder de stakeholders voor het resultaat dat mede door hun inzet is bereikt. Ons land is geëvalueerd geworden door de Caribbean Financial Action Task Force op Surinames verzoek ten einde na te gaan wat de stand van onze wet en regelgeving is ter bestrijding van money laundering en terrorismefinanciering. Tegelijkertijd om te evalueren welke instituten in Suriname actief zijn en werkzaam verrichten in het kader van rechtshandhaving, maar ook de instituten die belast zijn met het toezicht op de naleving van de wetgeving die bestemd is voor het adresseren van de financiële en de niet-financiële sector, die allen een meldplicht hebben van ongebruikelijke transacties. Daarnaast is er ook gekeken naar onze gamingboard voor als toezichthoudend orgaan op de gamingsector, de casino's en loterijen. Er is gekeken naar het functioneren van de Raad Internationale Sancties met betrekking tot hoe Suriname omgaat met de resoluties van de Veiligheidsraad, van de VN op het gebied van terrorisme en terrorismefinanciering. En tot slot is gekeken naar wat Suriname doet om fiscale delicten, zeg fiscale frauduleuze delicten, aan te pakken. Een mond vol. Wij hebben uit de bevindingen van de CFATF, en dat zijn bevindingen opgebracht tegen de achtergrond van de 40 aanbevelingen van de CFATF, hebben wij als land gezegd, kijk, het zijn bevindingen die ons dwingen om als land de nodige stappen tijdig te zetten met het doel om ons financieel systeem gezond en integer te houden, zodat de nationale, maar in het bijzonder de internationale financiële transacties niet in gevaar worden gebracht.
De regering heeft de tussenkomst van de Anti-Money Laundering Council, voorgezeten door de president, een besluit genomen tot het herzien, het herijken moet ik zeggen, van een actieplan. Wij noemen dit plan een Nationale Anti-Money Laundering Strategisch Plan. In november 2022 is dit plan aangenomen. Er was toen al een actieplan opgesteld voor een periode 2022-2023. Het heeft nog wat puntjes op de i gekregen en de stakeholders in Suriname, voornamelijk overheidsinstanties, zijn aan het werk gegaan en er is beweging gekomen. Met name is er wetgeving tot stand gebracht en de verbeterplekken door middel van wetgeving, die adresseren een deel van de tekortkomingen in het rapport van de CFATF, zijn geadresseerd en vervolgens gerapporteerd aan de CFATF. Surinames rapport is geverifieerd op juistheid, op correctheid. We waren tijdig om het aan te bieden. En het is vervolgens als finaal beoordelingsrapport van de CFATF aangeboden aan de plenaire vergadering, die gehouden is in de periode 26 november tot 1 december van dit jaar. En op die plenaire vergadering is ons landenrapport besproken en is de plenaire vergadering meegegaan met de bevinding dat Suriname voor nu voldoende significante stappen heeft gezet om een groot deel van de belangrijke tekortkomingen weg te werken. We zijn daardoor uit de gevarenzone van wat door velen werd geroepen het gevaar van blacklisting. En ik moet zeggen dat Suriname deze stap heeft kunnen zetten voor een positieve beoordeling is mede te danken aan stakeholders die gecomplimenteerd moeten worden. Want wat wij als Anti-Money Laundering PIU hebben gedaan is meer de guidance. Mensen enthousiasmeren, stakeholders bijeenbrengen, pak je verantwoordelijkheid op en we zien toe dat het ook ten uitvoer wordt gelegd. Dus complimenten aan de stakeholders die hun werk hebben verzet om dit resultaat te bereiken. President Chandrika Prasad Santokhi heeft opgeroepen de herinnering aan de slachtoffers van de mijnramp te Matawai levend te houden. Het staatshoofd sprak op woensdag 6 december bij de uitvaart van de 15 jonge mannen die op maandag 20 november omkwamen te kamp 21 Passie. President Santokhi spreekt van zware momenten. Wij brengen u een fragment van de uitvaart. We wensen u allemaal veel sterkte. Laat het geloof in onze Schepper onze troost zijn. En laten wij onze broeders nogmaals bedanken voor hun rol die zij betekend hebben voor ons allemaal. En mogen de Schepper u bijstaan in deze moeilijke dagen. Sterkte, gecondoleerd. So one, 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 so one,
kasukufeniem. Tobi soalobi. Sabi vino sabi pivi sago fini. Er is in de afgelopen periode veel werk verzet om te komen tot het Diaspora Seminar 2.0. Deze grote bijeenkomst volgt op het eerste seminar dat in augustus is gehouden. De TAPTO Groep werd hiervoor door het Diaspora Instituut Nederland benaderd, waarbij ook het Diaspora Instituut Suriname een platform kreeg. Brigitte Wong Tamsung, directeur van de TAPTO Groep, juicht de betrokkenheid van het Diaspora Instituut Suriname toe. Partijen kijken uit naar een seminar waarbij kennis en kunde tot één gesmeed worden. Als wij zouden kunnen organiseren een event waarbij ze zichzelf zouden kunnen presenteren, maar ook waarbij Diaspora Instituut Suriname ook een platform zou hebben, hebben wij niet geschroomd om hieraan mee te doen, onze bijdrage te leveren. En in korte tijd is er heel veel werk verzet. Gelukkig konden we putten uit ons netwerk in de private sector en zij weer vanuit de publieke sector. En vandaar het groot animo waar mijn collega reeds over sprak. Dus in de organisatie, in de promotie, in het netwerken in Suriname, het draagvlak creëren, dat zijn eigenlijk enkele aspecten waar TAPTO zijn bijdrage aan levert. We hebben tijdens het Diaspora Seminar 1.0 aangegeven dat ook dit jaar er een volgend event is om met de bouwstenen aan de slag te gaan. Dus een man-een-man, een woord-een-woord. We moeten echt afmaken wat dit jaar is beloofd. Vandaar het Diaspora Seminar 2.0 op 21 december 2023, over een paar weken al. Het ziet er ook weer prachtig uit en we zijn heel dankbaar dat juist Diaspora Instituut Suriname, waarvan de heer Armaketo de directeur is, ons heeft uitgenodigd om in zijn huis, op zijn adres, dit seminar te organiseren. We hebben de uitnodiging gestuurd binnen het netwerk van diegenen die reeds hebben geparticipeerd tijdens het eerste seminar. Maar ieder is welkom om zich in te schrijven. Men kan zich inschrijven op diaspora.taptogroup.com. Ik zal dit door aan u geven, waardoor u het ook kunt plaatsen. Het is belangrijk. We hebben de kennis en kunde, maar ook de ervaringen nodig van de mensen hier te landen in Suriname. Maar ook de diaspora of de mensen die hier op vakantie zijn gedurende die periode om deel te nemen aan dit seminar. Het zal gedurende de dag zijn, u hoort het al, 21 december, net tegen de kerst aan. Maar overdag hebben we echt een prachtig programma, welke reeds begint om 9 uur. We hebben dan werkvormen bedacht, we hebben mini-denktanks, dus we zetten de mensen bij elkaar om over diverse aspecten met elkaar te gaan discussiëren en om tot een concreet projectplan te komen, welke zij in een heel korte presentatie op hun manier, op een ludieke wijze kunnen presenteren. Natuurlijk sluiten we de dag niet zomaar af, want ja, we zitten toch eenmaal in de kerstsfeer. Dus we zullen ook een afsluitingsborrel hebben met elkaar.
Dus Diaspora Instituut Suriname, Diaspora Instituut Nederland, TEPTU en alle genodigden die participeren gedurende die dag. En, heel erg belangrijk, ja, waar hebben we het over gehad in deze afgelopen maanden? We zijn nader tot elkaar gekomen en internationaal is er zeker aangegeven van ja, we willen wat betekenen, we willen wat bijdragen. En we hebben iets speciaals op programma staan voor 2024. En dat zal gedurende dit seminar, zal dat gelaunched worden. Dus ik wil ieder vragen om zich echt hierop in te schrijven voor op te geven. Even om bij mevrouw Brigitte, want dat is het probleem. Je zei daar net, je doet daar een mooie uitspraak. Ja. Man en man, een woord en woord. Ja. Het gaat ook over Diaspora Instituut Nederland, Diaspora Instituut Suriname en de captivegroep NV. Voor ja. Die samenwerking. Ik denk ja. Dat die uitspraak heel, wat heel veel zegt over die samenwerking van die drie organisaties. Ja. Hebben die drie partners elkaar op het juiste moment gevonden om, wat betreft de ontwikkeling van het land, om de diaspora bij elkaar te brengen? En kunt u ook aangeven hoe de relatie zich heeft ontwikkeld na Diaspora 1.0, Diaspora Seminar 1.0? Ja, ik denk, laat me vooropstellen dat ik persoonlijk geloof dat het niet toevallig is dat het op het juiste moment was. Want we wisten niet dat deze ontwikkelingen welke er zijn. TEPTU Group staat voor compliance onder andere. Dat is een van onze hoofdproducten. En toen we werden gevraagd, dachten we niet eens aan van dat er een bepaalde versnelling zou zijn in de ontwikkelingen van Suriname. Dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.